Op vrijdagavond 25 juni was het in de wijk Transvaal in Den Haag een drukte van belang. Ongeveer 600 mensen zijn afgekomen op de uitnodiging van Resto van Harte om van een gezamenlijk gratis diner te genieten. Gezellig samen eten met je buurtbewoners aan een eettafel van zo'n 150 meter, de langste eettafel van Nederland. Allerlei nationaliteiten schoven aan om bediend te worden door talloze vrijwilligers en natuurlijk om elkaar eens beter te leren kennen. Directeur Fred Bekers legt uit waarom dit initiatief is genomen. Nou ja, we vinden het ontzettend fijn om mensen samen te brengen. Nederland is veranderd. We hebben veel meer culturen gekregen, veel meer kleuren in Nederland. We kennen elkaar eigenlijk niet. En we dachten, laten we nou eens gezellig met z'n allen samen gaan eten. Leer je Marokkaanse buurman kennen. Leer andere mensen in je straat, in je wijk kennen. Ga lekker eten met ze en praat met ze. Hoe heb je al deze mensen bereikt? Nou, we hebben het gewoon bekendgemaakt in de wijk. De wijkkrant, Buurtlink. Allerlei manieren zijn om mensen te bereiken. Mond-op-mond reclame. Maar jongens, kom eten. Ben hier op vrijdagmiddag 6 uur. En leef gewoon met elkaar. Ben er gewoon. Doe mee. Er werd keihard gewerkt door alle vrijwilligers om het iedereen naar de zin te maken. En dat is een hele klus voor 600 mensen. Zang en dans werden afgewisseld door een modeshow en vooral de buikdanseressen trokken de aandacht. Is er veel behoefte aan contact? Ja, mensen zoeken uiteindelijk toch contact met elkaar. Er zijn te veel mensen die elkaar onvoldoende kennen, die zich toch een beetje geïsoleerd voelen. Ouderen, jongeren, mensen uit andere landen, andere culturen, die opeens in Nederland zitten en elkaar eigenlijk niet kennen en toch enorm behoefte hebben aan contact met elkaar. En dat komt op ons af. Dat is denk ik heel goed voor ons met z'n allen en voor de buurt. Is dit een geslaagde dag? Helemaal. Het is berengezellig. Come again.